daar staat de medicijnen van Eeuwen onder. Die bliefden het vanochtend niet. Nou ja, oké. Ik kan het moeilijk dwingen. Dat gaat het hem niet worden. Allemaal het kipfilet. Nou. Doe je toch niet, hè? En dat voor 13 euro, zeg maar. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag maandag 12 oktober en we liggen exact op 13 uur, op 1 uur. Vandaag komt er Astrid weer. Ik zal Rebecca zeggen, maar het is Astrid. Hey, Ewen! Niet nageltjes gescherpt op de bank. Mag niet. Foei. Nou, die scherp, hè? Wil ik niet hebben op mijn bekleding van de bank. Nee, het is verboden. Verboden terrein. Om dat voor de nageltjes te doen. Maar ja, oké. Wat zei ik nou? Astrid die komt zo meteen. Rond een uur of kwart voor twee. En voor die tijd kan ik mooi onze Rijka even uitlaten. En dan begint ze vast aan de eettafel op te ruimen, want dat is een en al troep momenteel. Zoals reclame nog in het jasje. Nou, ik kijk er bijna nooit naar. Zeer zeldzaam dat ik het nakijk. Maar ja, het is ook leuk. Zoals krantjes krijg ik ook binnen. Kijk ook nooit in. Nee. Als ik wat weten wil, dan zoek ik het op internet. En als het daar niet staat, dan kijk ik pas in het krantje. Maar daar staat 9 van 10 keer ook niet in wat ik zoek. Maar Jan van Dam uit Emmeloord, die vindt het leuk om krantjes van mij mee te nemen, om dat te lezen. Ja, oké, moet jij weten, jongen. Dus ja, dat spaar ik dan wel voor hem op of zo. En als de krantenbak vol is en die pech gaat, dan gaat die krantenbak. Ga dan de container ingelegd worden. Ja. Maar in ieder geval, het is prachtig mooi weer. Dat hebben we weer, want gisteravond zag ik het al opknappen. Toen trok de bewolking weg, dus de lucht werd schoon. En ik denk, nou, als het zo doorgaat, hebben we morgen mooi weer. Nou, dat hebben we. Het zal misschien nog koud zijn, maar dat is wat anders. Daar is de tijd van het jaar ook voor, toch? Ja. Voor de rest gaat het hier allemaal goed. Ja, ik zou niet weten wat ik moet vertellen. Want ik ben niks anders bezig dan aan het renderen. Nog eens aan het renderen. Het moet toch allemaal naar YouTube toe. En ik moet nog steeds deze camera leeghalen. Ik ben het weekend ook nog niet gedaan, nog niet aan toegekomen. Maar ja, het komt goed. Ik moet het hier weer even opruimen. Want het is niet veel. Er staat ook nog geen grote afwas. Maar er staat nog wat in de gootsteen. En het is allemaal kruimels en wat dat vandaag komt, dat weet ik niet. Want ik vind het iedere keer weer schoon dat ik mijn eten klaarmaak. Maar ik zou het niet weten. Misschien vannacht een beetje te moe geweest, ik weet het niet. Ja. Kijk, al die kruimeltjes. Nou, veeg ik altijd mijn doekje weg. De kopplaat is weer smerig, dus het moet ook weer even schoon. Nou, dat moet ik even omboenen en dan gaat het daar weer bij. Is te weinig voor de vaatwasser. Daar staat de medicijnen van Eeuwen onder. Die bliefden het vanochtend niet. Nou ja, oké. Ik kan het moeilijk dwingen. Dat gaat het hem niet worden. En dus, nee. Dan, je gaat niet vechten met je dieren als ze iets niet willen. Het is gewoon smeerleven was met haar medicatie er doorheen gemengd. Ja, nou, als ze niet moet, dan moet ze niet. Dan doe ik het straks eventjes weer voeren. Ja, toch? Ja, dat doen we dan gewoon. Maar oké, ik zou zeggen, welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En maak er een mooie dag van. Geniet ervan. Doe gekke, doe leuk. Ik heb zomaar gisteren weer een appje gekregen van mijn zwager. Ik zat met mijn mond vol tanden. Ik heb geen tanden, maar dat doet er niet toe. Zo luidt het spreekwoord. Want hij had laatst had hij opgehangen. Ja, hallo.
Zo ga je niet mij op. Nee. Je hangt niet zomaar op. Zit hij er helemaal doorheen? Hij mist dezelfde persoon dan dat ik mis. Ja, hallo, moet ik dan ook gaan ophangen als er iemand mij ophelt? Dat doe ik niet. Nee, dat vind ik laag bij de grond. Gebruik je verstand. Nou ja, heeft die kennel niet. Maar oké, ik ga er vandoor, anders wordt het anders maar later. En dat kan ook niet, want er staat straks Sander op jou, hoor ik al alle namen door de war. Astrid voor de deur, en dat moet me niet. Nee, doe me niet. Hé, Rijka? Ga lopen, hè? Joe. Kwispelkontje, kom je dan? Nee? Kwispelkontje. Ik ben een kwispelkontje. Kwispel de kwispel. Ja, ben je een kwispelkontje? Ja, toch. Dit moest niet. Rijka. Oh, jij geniet van het zonnetje. Nou, oké, lieve vrienden. Dat ik zou zeggen, het gaat hier. Ho, mijn dingen. Zo. Het gaat jullie goed. En hou maar weer vol goede moed. Ik zou zeggen, tot later. En ja, een hele goede middag, lieve vrienden. We zijn weer even retour. En ja, zeker retour, want ik ben ook al weg geweest. Uiteraard is Astrid al lang al weg, want we leven alweer om 17:31. Ik heb een vlog net naar YouTube ingepland. Dat is nou bezig. Voor, als ik het nog goed heb, ja, 20 oktober komt die online om 14:30. En dat is een vlog van 25 september, jongensleden, dat ik 12 jaar getrouwd had kunnen zijn. En dat mijn mannetje 3 jaar en 7 maanden van me heen was, in plaats van een feestje te vieren. Ja, nou ja, feestje had ik even goed, wel een klein beetje. Maar in ieder geval, ik heb ook nou boodschappen gedaan al. Ja, ik ben al helemaal naar de andere wijk geweest. Naar Nieuwenhelder, naar de DK-markt. Ja, helemaal blij, helemaal happy. Dat ik het ook weer met betrouwbare Chippy eindelijk weer is. Ja. En ik ben bij de... de toko-winkeltje hier al geweest. Dat ben ik eerst wezen doen. Ga jij even weg, meneertje. Kan ik er even bij, jij moet ook die kant op. Zo, dan zet ik die even hier. Nee, dat gaat weer niet, want dan zien jullie niks. Een papiertje, die moet even die kant ook op. Dit is zwaar. Nee, dit is niet voor jou. Dit is voor Ewin. Allemaal voor Ewin. En een klein beetje voor Ikka. Dat is een tas, die moet drogen. Dus, daar moet ik gewoon binnenste buiten af om te drogen. Nou, even fietsen spelen. Ik weet nou even niet waar ik mijn hangen moet. Wat moet je nou? Mijn hondje? Ik moet even staan. Hangen we op waar aan die schaar neer? Ook wat. Zo. Een heuvel. Boel weer. En allemaal een kipfilet. Nou. Doe je het goed, hè? En dat voor 13 euro, zeg maar. Ja, ik heb de kassabon, maar... Plus minus 13 euro. 13, ja, weet ik veel. In ieder geval, dat heb ik. Dat moet ik weer mee bezig. Dus ik heb nog heel veel te doen. Ik moet de boodschappen verruimen. Ik heb ook voor Rijka van dit spul mee. Dus dat komt goed. Ik heb een bounty mee. Dus ik ga eerst lekker aan een bak koffie met een bounty. En daar ga ik lekker van genieten. De diertjes zijn allemaal binnen. Waar is Ewin nou? Oh, die zit voor de magnetron. Zien jullie die?
Ja, daar. Ja. Zo, zo, zo. Ja, nou zien jullie alle drie. Eeuwen voor de magnetron, Rijker bij de kachel en kan ook gewoon weer deze kant op. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie leven. Geniet van jullie dag, geniet van jullie namiddag. Geniet van jullie eten, geniet van jullie drinken, geniet van alles. Ja, het komt allemaal goed. Ja, dat beloof ik. Het komt allemaal goed. Zeker weten. Ja hoor, gewoon normaal je leven doen, komt het gewoon goed. Hé, Kandolfie? Piep piep. Dus ik zou zeggen, tot later. Ja, ik weet niet of ik vanavond een retour kom, want ik heb nog een hoop te doen. En ik moet de boodschappen nog opruimen, er moet nog voor eten gezorgd worden. Oké, ik heb makkelijk eten. Ik had vorige week al een pak bami. Oh, bami, 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 bami. Dat gaan we eten. Dat is rijk gevulde bami met kip. Dat gaan we dus eten vanavond. Ja. Nou, de diertjes is ook makkelijk, want Ewen die eet ook kip. Voor Kandolf heb ik ook weer twee dozen mee. Ik hoef nou niet zoveel mee te nemen, want hij is nog maar alleen die dat eet. Dus ja, voorheen was het allerlei van allerlei smaken en nam ik een doos mee. Nou, dat begrijp ik nou niet aan, want het duurt toch wel te lang voordat hij het op hebt. Ja, iedere dag één zakje. Soms twee. Ja, dat doe ik dan door het eten heen. En enkel in de weekenden, dan is het of zaterdag of zondag, krijgt hij alleen nog een zakje zonder brokjes. Nou, dat deed ik met Ewen ook al. Hé, meisje lief, ik heb daar een hele kutfilet voor jou. Ja, maar dat zit dan in de pan ook. Dus ik ga het, weer het een en het ander invriezen en het een en het ander gaat in de koelkast, want ik moet die pan weer leeg hebben. Ja, ik heb maar één pan waar het allemaal in gekookt wordt. Ik moet eigenlijk een nieuwe pan hebben, speciaal voor kipfilet te koken. Maar ja, dan moet ik wel een pan hebben die op een inductiekookplaat kan. Ja. Wat gebruik je allemaal, meisje lief? Wat ruik jij allemaal? Zie je met de tanden? Mooi meisje, er is niks. Toch zit je zo lekker bekken. Nou ja, oké. Goed zo. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Hoi.